Je hebt altijd gezegd dat het halen van de play-offs geen doelstelling is. Maar als je op het laatste moment dan zo dichtbij bent, ja, en het lukt niet. Met wat voor gevoel sta je hier dan? Ja, aan de ene kant teleurgesteld over deze wedstrijd. Aan de andere kant ja, toch ook wel trots. Want we hebben het in ieder geval tot de laatste minuut, de laatste 10 seconden, de laatste 30 seconden heel spannend gehouden. Ja, het is jammer dat we de eerste helft niet goed verdedigd hebben. Ik denk als we daar beter hadden verdedigd, dat de kans om de play-offs te halen, dat die wel aanwezig was. Maar ik denk door die eerste helft ja, werd het moeilijk. We hadden opleving in de tweede helft, kwamen we even terug. Toch weer verkeerde beslissingen, toch weer momenten van slecht verdedigen. Ja, en aan het eind wordt het een inhaalrace. En ja, soms lukt dat, maar vandaag lukte dat niet. In die slotfase gebeurt er van alles. Had je toch nog wel het gevoel dat het zou gaan lukken? Ja, het is moeilijk op dat moment. Je probeert gewoon per situatie te coachen. En ja, kijken of je nog mogelijkheden hebt om de verdediging goed te zetten. Om in de aanval de juiste beslissingen te laten nemen. Dus ja, het is moeilijk. Ja, het gevoel. Het gevoel is sowieso sinds januari is moeilijk. Dus ja, wat we proberen te doen om elke dag gewoon hard te trainen, beter te worden. Vandaag hebben we met 10 spelers gespeeld. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Dus ja, wat dat betreft ja, vond ik het wel goed. Het is veel meer team geworden dan het aan het begin van het seizoen was. Ja, we kwamen tekort vandaag, dat was duidelijk. En Weert, ja, wat ervaring. Die namen de goede beslissing, een goede schoot op de juiste momenten. Schoten hun ballen er ook in. Dus ja, terechte winst voor Weert. En voor ons is het einde van het seizoen. Jullie komen het tekort. Is dat ook de conclusie die je moet trekken over het hele seizoen gezien? Ja, we komen tekort. Kijk. Rotterdam is een organisatie en een club met een klein budget. En ik denk dat er dit seizoen hele goede keuzes zijn gemaakt. Om met dat budget het maximale eruit te halen. Ja, ik kan de jongens alleen maar complimenten geven. Elke dag heel hard getraind. Ook met heel veel verliespartijen. Was de training was goed. En gingen we toch naar elke wedstrijd vol goede moed. Het begin van het seizoen was gewoon goed. Maar wel heel opportunistisch. Het tweede gedeelte, ja, wat ik zeg, zijn heel veel spelers meer de rotatie ingegaan. Hebben zich ontwikkeld, hebben zich verbeterd. Ja, dat was een beetje de doelstelling. En ja, komen tekort, dat is wel duidelijk. Je komt begin van het seizoen, weet je dat je op alle fronten tekort gaat komen. Ja, door een heel goed begin leek dat alsof het niet zo zou zijn. Maar uiteindelijk, is het een beetje de plek waar we denk ik horen te staan. Dus... En nogmaals, ik kan de ploeg alleen maar de spelers complimenten geven. Iedereen heeft dit jaar professioneel geleerd om zo'n professioneel te basketballen. Om elke dag op training te zijn, hard te werken. Het viel voor een aantal jongens niet mee. Met school erbij, et cetera. Ook het niveau waar ze vandaan kwamen. En ja, ik kan niks anders zeggen dat heel goed gegaan is. Trainingen zijn hoog niveau. En ik denk dat we een goed fundament, een goede basis hebben gezet om misschien een volgende stap te maken. Amsterdam, jullie grote concurrent, verliest vandaag van Leeuwarden. Ja, het had dus gekund vanavond. Baar je daarom misschien extra? Nou, niet echt. Kijk, Amsterdam heeft 3 keer van ons gewonnen. Dus als je ergens het verschil had moeten maken, dan was het in de onderlinge wedstrijden. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam terecht gewonnen. Ja, ik denk dat we Amsterdam ook ontmoet hebben op een moment in het seizoen dat wij niet op ons best waren. Dus je kan zeggen dat we misschien op dit moment, laat ik zo zeggen, een week, 2 weken terug misschien beter dan hun waren. Maar ja, nogmaals, je speelt 4 wedstrijden. Hun winnen 3, wij winnen de 1. Hadden we de 2 gewonnen, dan waren wij doorgegaan naar de play-offs. Dus ik denk dat Amsterdam wel terecht de 8e plek heeft gepakt. Hoe groot is het gemis van Lashard Anderson geweest? Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest dit seizoen. Ja, hoe erg hebben jullie dat gemerkt dit seizoen? Ja, januari, februari, begin maart heel erg.
Ja, ik blijf erbij dat het ook positief is geweest. Omdat het begin van het seizoen heel veel afhankelijk van hem was. Te afhankelijk? Nou, te afhankelijk weet ik niet. Kijk, je begint het seizoen en ja, je bent opportunistisch, je wil presteren. Dus dan kies je ervoor om mensen op het veld te hebben die dat doen. En daarnaast wil je ook de groep ontwikkelen. En dat hebben we, ja, dus het is een beetje schizofreen, hè? En je wil presteren en je wil opleiden en ontwikkelen. Nou, zonder hem werd het presteren moeilijker, maar het ontwikkelen was wel, dat ging wat beter. Een aantal jongens hebben minuten gepakt, hebben het goed gedaan, hebben op het veld gestaan, hebben ervaring opgedaan. Dus januari, februari, begin maart heel erg. Lachard heeft wel degelijk een blessure gehad al die tijd. Dus hij was ook niet meer op zijn best. Dus het was een moeilijke situatie. Hij speelde niet op zijn best. We hebben toch een hele goede wedstrijd tegen Leeuwarden. We hebben hier fantastisch basketbal laten zien in de eerste helft. Ik denk dat we vandaag ook met momenten echt wel goed basketbal hebben laten zien. Natuurlijk hebben we hem gemist. Vandaag hebben we hem zeker gemist. Met hem erbij was dit denk ik een andere wedstrijd geweest. En had je nog kans gehad om nog twee wedstrijden te spelen. Maar het moet niet zo zijn. Er zijn bepaalde keuzes gemaakt. En als coach probeer je daar omheen te coachen. En dat is me vandaag niet gelukt. Wat je wel is gelukt is om dit seizoen beter te presteren dan Rotterdam de laatste jaren heeft gedaan, hè? Ja, maar ik denk dat dat ook... de credits voor het bestuur is, want die hebben het wel ook wel wat anders neergezet dan de laatste jaren. Dus en nogmaals, de voorwaarden zijn belangrijk. Dat is veranderd. Dus daarmee is denk ik al dat je een eerste stap hebt gezet. Begon het seizoen heel goed. Ik denk dat we daar onze winstpartijen en daar het verschil hebben gemaakt met de andere jaren. En het tweede gedeelte van het seizoen is dat er nu een aantal spelers op eredivisieniveau ontwikkeld zijn. Kijken of je daar als club, en dat is mijn advies naar de club toe, om daarmee verder te gaan. Om de jongens nog wat tijd te geven om echt eredivisiespelers te worden en zich misschien te ontwikkelen tot het Nederlands team. Dus. Jij gaat ook gewoon door volgend seizoen? Even afwachten. We hebben de intentie uitgesproken om twee seizoenen te werken met elkaar. Ik heb goed naar mijn zin gehad. Ja, ik ben met veel plezier elke dag naar de training gegaan. Ik heb me 100% gegeven als coach. Voor mij is dit een heel leerzaam seizoen geweest, ook als coach. Je leert elke dag. Ik ben net als het team ben ik ook een betere coach geworden. Dat vind ik ook belangrijk. Het is even afwachten. Je weet het nooit. Ik heb de intentie om volgend jaar terug te komen. We gaan evalueren zoals dat mooi heet. En dan gaan de beslissingen gemaakt worden. Dus dat is even afwachten. Tot slot, al met al een positief gevoel op dit seizoen? Tuurlijk. Wat ik zeg, ik heb met veel plezier training gegeven. Een paar mooie wedstrijden gespeeld. Een aantal wedstrijden zaten we dichtbij. Ik heb jongens zien ontwikkelen, groeien, betere basketbalspelers zien worden. Mentaal beter, professionelere instelling. Dus ik denk dat het een heel positief seizoen is geweest. Het net niet gehaald, daar ga je van de zomer eens over nadenken. En kijk hoe je dat in de toekomst op een andere manier kan gaan coachen en managen. Dus.